Wij hebben voor ons liggen de Heilige Schriften en wel Matteüs 8. En wij willen ook een gedeelte samen overdenken uit Matteüs 8 en daarvan de eerste 13 versen. Matteüs 8 van 1 tot 13. Kon en mocht het zijn met de hulp van boven, want zijn hulp is altijd nodig in alle tijden, in alle plaatsen, voor een ieder persoonlijk, om dat ook te verwachten uit genade dat hij een ieder persoonlijk in zijn eigen leven, in zijn eigen omstandigheden, hij kent een ieder persoonlijk. En hij wil gevraagd en hij wil gebeden zijn om zijn hulp, om zijn leiding. Matteüs 8. Ja, daar zien wij de reiniging van de melaatse. De reiniging. Matteüs 8. Gedeelte. Dat we zo samen willen overdenken. Al vele wonderen en al vele tekenen heeft de Heiland verricht. Vele wonderen en vele tekenen. En de scharen dronden zich vele malen tezamen om die rabbi uit Nazareth te horen. En velen al verwonderd over het feit, hij heeft het al gehoord. Die rabbi uit Nazareth is weer gekomen. En velen dachten ook dat hij al Elia was, die zou komen. In ieder geval, men wist, dit is een hogere macht die hier spreekt. Namelijk het feit dat hij wonderen doet. Maar velen waren alleen maar op de wonderen en op de tekenen uit. De wonderen en de tekenen, ja, daar leefden de mensen wel bij. En zeker had men wel de wet, de Torah, die men elke dag weer bestudeerde. En let wel, een zeer goede gedachte. Een zeer goede bezigheid om bezig te zijn in de dingen die noodzakelijk zijn. Maar als we de liefde niet hebben in het hart, en de liefde niet hebben tot zijn woord en getuigenis, dan zijn wij een luidende schel en een klinkend metaal. Ook voor die tijd gelden wet en evangelie, en vloek en zegen, dood en leven. Vooral in het Matteüs en het Marcus, het Lucas evangelie, zien wij de wonderwerken van de Allerhoogste. Namelijk dat hij doden opwekt, dat hij blinden het gezicht geeft, dat hij horende doven doet horen. En het zou toch een wonder zijn dat doden zullen horen de stem van de Zoon van God, dat we niet zouden blijven hangen in een wondergeloof, dat we niet zouden blijven hangen in een historieel geloof of in een tijdgeloof. Maar dat we zouden vragen naar zijn hulp en zijn sterkte. Om dat waarzaligmakende geloof wat hij, namelijk de Heer Jezus Christus, in het hart schenkt. Van verloren zondaren
die het leven niet meer in eigen hand kunnen houden, die het ook nooit kunnen, want wij kunnen zelf geen leven gebieden. Willen ze ons in deze tijd wel wijs maken, hè? Dat wij het leven kunnen gebieden, men wil een bepaalde creatie creëren. Men wil van een mens een onsterfelijkheid creëren, hè? Al die dokters van deze tijd, al die zogenaamde professoren. Maar men wil een hemel op aarde creëren. En dat is uit den boze. Een hemel op aarde zal hier nooit komen. Maar zoek de dingen die boven zijn, zoek de dingen die toekomende zijn. En velen, ook in die tijd en in deze tijd, zijn nog steeds vast bij de schatten van deze wereld. Maar de schatten van deze wereld, ze zullen vergaan. Maar zoek de dingen die boven zijn. Want waar uw schat is, al daar zal uw hart zijn. En velen in die dagen hoorden ook de stem des Zonen Gods. En zeker geloven we ook, hoor, dat in die tijd ook velen waarachtig tot bekering zijn gekomen. Werkelijk omgekeerd zijn geworden. Die hebben gezien in welke dode gestand ze vanuit zichzelf een leven. Namelijk dood in de zonde en in de misdaden. Omdat men gegeten heeft van de des kennis des goeds en des kwaads. En vandaag wij daarvan zullen eten. En wij hebben gegeten in Adam. Zullen wij de dood sterven. En daarom zijn wij na de zondeval het voorwerp geworden van Gods toren. Maar nou, om die bede in het hart te verkrijgen, om voortdurend te bidden, ach, dat die toren over die zonde gestild zou worden. En dat we een nieuw en een rein hart zouden ontvangen, namelijk een vlezen hart. En dat ons stenen hart weggenomen zou worden. Ja, met wat? Ja, niet door krachten. Niet door geweld. Door zijn geest zal het geschieden. Ja, met wat? Een druppel liefde. Een druppel liefde. Zijn dierbare hartenbloed. Zijn bloed dat wast en dat reinigt van alle zonden. Ja, wonderen van de Allerhoogste geschiet te diezelfde dagen. En zo is dat onderwijs doorgegaan tot de volken. En velen hebben gehoord op de stem des Zonen Gods. Maar velen, bij velen kwam het niet verder als het oor. Maar door genade. En dat is een wonderwerk van Allerhoogst in het hart zou komen. Ja, uit ons ging de vrucht in der eeuwigheid. De dringende oproepen. Het koninkrijk der hemelen is daarbij gekomen. En de heiland, de meester. Kunnen we ook zo lezen, hè, vanaf Matthäus 8, het eerste vers. Ja, daarvoor, hè, heeft hij de scharen toegesproken vanaf de hoogte van de bergen van die tijd. Zo hij al die scharen, die dromden om die bergen en die heuvelen, om de meester te horen. En de heiland, hij zag een ieder persoonlijk aan, in de diepste schuilhoekjes van het hart. Een ieder persoonlijk, hij ziet ons ook nu. Is dat een troost voor u? Is dat een troost ook voor mij? Het zal er toch om gaan, hè? Dat we namelijk zo nodig die troost leren kennen. Beiden. In dit korte leven. Maar ook straks.
in het sterven. Om nou te leven bij de dag. Ja, niet over. Of niet, ook niet over 10 jaar. Nee. Of ook niet voor volgend jaar. Maar heel kort, hè. Een heel kort. Een eenvoudig en een nauwgezet leven te leiden. Dat is niet uit de mens. De mens wil altijd maar verder kijken. Daarom, wij zijn ook geen Abraham. Wij zijn geen vader aller gelovigen. We zijn als een bloem op het veld. Die vandaag mooi gezien wordt. Ja, bij helder licht kunt u dat zien. Maar het kan morgen al te laat zijn. En de bloem knakt. Ja, die Melaatse, hij heeft het geweten. Vanuit Matthäus 8. Melaatse. Onrein buiten de stad. Moesten buiten de legerplaats gezet worden. Al die onreinen, al die Melaatsen, al die kranken. We zouden zeggen in deze tijd, ja, Melaatsheid, het was een allerlei variant van allerlei ziekten bij elkaar. Vaak zwarte plekken op het gezicht en over het lichaam. We kennen ook nogal bepaalde ziekten. Zoals in Afrika de lepra. Allerlei verschillende huidziekten. Nou, de Melaatsheid was een hele ernstige variant van al die ziekten bij elkaar. Maar toch, let wel, de Heilige Schrift is duidelijk. Want ook omtrent hygiëne is het woord van God duidelijk. Want als men een vat had, een aarden vat, en er was een dood dier ingevallen in dat vat, dan mocht dat vat niet meer gebruikt worden. En op die manier hadden ook veel ziekten voorkomen kunnen worden. Als men volgens de hygiënewetten van de Heilige Schrift had geleefd. En nu gaan we niet al die Bijbelteksten opnoemen waar dat in staat. Maar hygiëne geboden. Ook gezond eten. Ook gezond drinken. Men moest dat ook. En men wist dat ook. Vanuit die tijd. Maar velen. Ja, die hadden het niet zo nauw met allerlei wetten. En men wist dat men niet de onreine dieren van het veld mocht eten. De onreine dieren van het veld. En al die Melaatsen. Buiten de legerplaats. En ze moesten voortdurend uitroepen. Onrein. 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 En men mocht niet in de buurt komen. Van zo'n Melaats. En wat was dat. Vooral ook in die tijd. Om Melaats te zijn. Men kon geen familie onderhouden. Of men had eerst de familie, maar de Melaatsheid werd ontdekt door de priester. Hè? De priester moest ook altijd keuren degene die ziek waren. Het moet ook een hartverscheurend moment zijn geweest ook voor die Melaatse. Om geen familie bij wijze te kunnen onderhouden. Om geen nageslacht te kunnen voortbrengen. Dat is verschrikkelijk. Om dat mee te maken. En vooral ook in die tijd. En zeker voor een Jood. Ja, de Melaatsheid, de verschrikkelijke ziekte. Laten we het gedeelte lezen van Matthäus. Vers 1 tot en met 13. Samen. En u mag meelezen als u dat wilt. En anders mag u meeluisteren. Dat mag ook. Matthäus 8. Toen hij nu van de berg afgeklommen was, zijn hem vele scharen gevolgd. En zie, een Melaatse kwam en aanbad hem. Staat er hier ook zo schoon.
de Melaatse. Hij kwam, omdat de heiland zijn voetpaden vastgemaakt had om te gaan. Hij die de benen doet gaan om te lopen. En de Melaatse, hij kwam. En de heiland, hij wist al van tevoren dat hij zou komen. En dan staat hij zo mooi, staat hij zo schoon. En hij aanbad hem. Zeggende, Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Dat gebed, dat al van eeuwigheid bekend is, geweest, vanuit de stilte der nooit begonnen eeuwigheid. Dat gebed dat die Melaatse daarop zegt. Niet uit zichzelf hoor, nee, dat maken ze u in deze tijd wijs. Maar uit het eeuwige welbaar. Dat gebed van 8 woorden. Dat gebed. Die onbekwaamheid uit zichzelf. Niet verdiend dat hij nog enig woord of enige blik waardig zou keuren voor die plaats. Maar toch dat gebed. En Jezus de hand uitstrekkende heeft hem aangeraakt, zeggende, ik wil, word gereinigd. En terstond werd hij van zijn melaatsheid gereinigd. Terstond, op het machtswoord van Jezus. Want hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Die in hun zonden en ellenden zich tot hem ter genezing wenden. Dat heeft die Melaatse ervaren in de ziel. In het hart, in het wezen van zijn bestaan. En terstond werd hij van zijn Melaatsheid gereinigd. Maar wat meer is, we mogen geloven, hè, voor die Melaatse. Niet alleen uiterlijk, maar velen waren op de uiterlijke dingen uit. Met het zienlijke. Met wat de mens nog een beetje kan beredeneren. Dat zit in de mens. Maar hij werd ook gereinigd in het hart. Hij werd gegeven een nieuw en een rein hart. Met het alles reinigende bloed van de Heer Jezus Christus. Hij de Messias. Hij de Verlosser. De Redder. De rechter, die samen met de Vader en de Zoon en de Geest 3-1 is in wezen. 3-1 in wezen, volzalig. Van wie de engelen geduriglijk hun aangezichten bedekken en voortdurend uitroepen, heilig, 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 3-maal heilig is zijn naam. Nou ook laat volk bij volk te samen barmhartigheid verwachten. Ja, net recent zei iemand nog tegen me, ja, heden, Psalm 95, nou samen hem heden te dienen, zo gij zijn stem dan heden hoort, ja, geloof zijn heil en troostrijk woord, en verhard u niet, maar laat u leiden. Door wie? Door de overste leidsman en de voleinde des geloofs, die van voor de vreugde des Heer het kruis heeft gedragen, de schande veracht. Door zijn striemen is ons genezing geworden. Drie-enig, eenzijdig, volzalig Godswerk. Vanuit hem vandaan, niet van de mens. Niet omdat de mens naar hem vraagt, niet omdat de mens naar hem zoekt. Vanuit het vrije welbehagen, vrije genade alleen. En Jezus zeide tot hem, zie dat gij dit niemand zegt, maar gaat heen, dat is die man die moest gaan, gaat heen, toon uzelf aan den priester, en offer de gave die Mozes geboden heeft, hun tot de getuigenis.
dus hij moest gaan. Hij was gaande gemaakt. Maak mijn voetpaden vast, o God, opdat ik mag gaan in uw wegen, somber te zijn, voortaan genegen, tot afwijken van uw gebod. Gij hebt dikwijls, o Heere, vernomen, mijn gebeden, mijn ellend. Die bid ik tot u, mij u nu wendt, en laat mijn smekingen tot u komen. Hij zet de treden vast, en hij was gaande gemaakt, tonende zichzelf aan de priest. Dat ging niet zomaar in die tijd, nee. In de eerste plaats, als men een ziekte had opgelopen, van in dit geval de melaatsheid, dan moesten we naar de priester, en dan moest de priester op afstand, hè, zo'n man keuren. Of dat, ja, allemaal vlekken, allemaal, dat is de melaatsheid. Maar nu moest deze man, die moest naar de priester, we zouden zeggen, deze tijd, deze man moest naar de dokter. Maar in die tijd had een priester een goddelijk gezag, hè. Dus een dokter van deze tijd en een priester in die tijd kunnen we niet vergelijken. En de priester had een heilige functie. De offerdiensten, tabernakeldiensten, waar het bloed vloeide. Deze man die moest naar de priester en op afstand werd hij, moest hij gekeurd worden van al die vlekken. Al die vlekken, ze waren weg hoor. Ja hoor, ze waren helemaal weg. Maar wat was nou meer voor die man? Hij had een nieuw en een rein hart ontvangen. En op welk tijdstip of welk tijdsperiode zijn ze van deze tijd zo van, hè? Tijdstippen, ja hoor. Nee hoor. Nee, daar wordt hier niet zo over gesproken. Het gaat erom, waar hij een werk begint, dan doet hij een volkomen werk. En de mens vanuit zichzelf, die wil wiskundig beredeneren, even keuren of dat het wel echt zo is. En zeker moeten we de zaakjes altijd goed nakijken. Ja, elke dag weer opnieuw. Elke dag weer opnieuw. Uw zakken nas te komen. Wij hebben gedaan wat kwaad was in uw ogen. Die zijn wij, Heer, uw gramschap dubbel waarde. Nochtans, daar moet één Heer ontvangen. Looft hem, er vroeg en spaar. Ja, de wereld horen en volgen mij zangen. Het amen na, amen na. Ja, waar wijst dat nou op? Die dagelijkse bekering. Ja, dan hebben we weer zo'n hekelpunt, hè. Daar willen velen niet aan, hè. Nee hoor, iets wat 30 jaar geleden is gebeurd. En dan wordt dan stilgelegd. En dan 30 jaar. En als je dan vraagt, ja, maar wat is er dan daarna gebeurd? Na die 30 jaar geleden, hè. Ja, dan gaat de mond dicht, hè. Maar die dagelijkse genade in het leven is toch nodig. En niet dat we dat zelf kunnen bevelen of kunnen, dat we daar enige aanspraken voor zullen hebben. Nee, wij hebben geen enige recht. Het recht van ons is, ach, wij zijn dood in de zonden en de misdaad. En wij zijn het niet waardig dat hij enige blik, dat hij enige waardigheid nog ons zou keuren. En zonder hem waren wij al lang verteerd. Dan was ons vlees al verteerd. Zonder hem kunnen wij niets doen. Moesten de discipelen toch ook leren. De discipelen niet vergeten. De discipelen moesten dat ook leren. Zonder hem kunnen ze niks doen. Geen visje in het net. Geen sardientje in het net. Zonder hem niks te kunnen doen. Er komt zoveel op af. Die driehoofdige vijand. Driehoofdige doodsvijand komt erop. Maar toch, bepaalde beproevingen, hè, we zijn toch noodzakelijk in het leven. Zonder hem kunnen wij niets doen. Nog de linker, nog de rechterzijde wat doen. Zonder hem kunnen wij niet zuchten. Zonder hem kunnen wij niet van beneden naar boven vluchten. Maar hij moet van boven nederzien op deze aarde. En hij schenkt namelijk het geloof in het hart.
Een mens vanuit zichzelf een nooit enige goede gedachte over hem creëert. Daar wil hij, geloof, planten. Heel eenvoudig, hij wil dat geloof planten in het hart. In het hart. En Jezus zeide tot hem, zie dat gij dit niemand zegt, maar ga heen, toon u zelf aan de priester. En offer de gave die Mozes u geboden heeft, tot een getuigenis. Ja, die offeringen, die tienden, die dat elk jaar weer nodig was, van elke werkperiode de tienden. Maar dat offer wat die man heeft moeten brengen, ach, wat kost, dat kost een hele mens. Hij moest er helemaal aan, hij moest er helemaal van tussenuit. Dan moest de heiland verschijnen en dan moest hij verdwijnen. Kijk, dan moet hij verschijnen en dan moeten wij verdwijnen. Dan moeten we zelfs verteren en vergaan. Paulus zegt, ik sterf alle dag. Niet alleen een belijdenis vanuit de mond, maar vanuit het hart. Vanuit het hart. Die belijdenis, die moet gewerkt worden in het hart. Van ieder persoonlijk. Dan wordt het ook een mogen bij hem zijn zijde. Bij wie geen schaduw of ommekeer is. Bij hem. Ja, bij hem. Waar geen tijd is. 1000 jaren als 1 dag. En 1 dag als 1000 jaar. Leven bij de dag. Elke dag heeft genoeg aan zichzelf kwaad. Om ook te bidden voor de naaste. In nood, in lijden. Om te bidden voor de naaste in Afrika, waar de lepra en allerlei andere ziekten zich voordoen. Maar ook in deze tijd, en velen willen een bepaalde gestalte mee creëren om telkens maar een bepaalde ziekte van corona op te halen, dat willen we niet doen. Christus moet centraal staan. Hij die genezend gebiedt. Van waar is uw hoop? Van waar is uw verwachting? Of staan we alleen nog bij de omstandigheden stil? En begint ons gelijk met omstandigheden. Dat onze Vader leert ons. Zijn naam eerst geheiligd moet worden. Niet uit ons. Maar het is een godsgave. Uit hem. Leer ons bidden. Leer ons vragen. Eeuwig welbehagen. Om u te heiligen. Waar hij zichzelf zijn eer wil bewijzen. Hij wil gediend worden van mensen. In die tijd van de discipelen toch wel. Ja, maar de mens, die merkt niet zoveel op vanuit zichzelf. En waar de discipelen, Petrus, Johannes en Jacobus ook een ruzie zaten te maken. Een ruzie. Ja, over wie de meeste zal zijn in het koninkrijk der hemel, maar vergaat helemaal de voet. De zoon des mensen. Hij wilde gediend worden van mensen. Voornamelijk ook van zijn knechten. En Petrus en Johannes en wij zelf wilden niet die gestalte aannemen. Waar hij zelf zichzelf een omgorde en hij een linnen doek nam en hij de voetwassing begon. En dan gingen de monden op slot. Het wees heen naar zijn voortdurende lijden. Later ook zijn sterven. Zichzelf een op te offeren. Tot een rantsoen voor velen om de deugden des vaders te verheerlijken. Uit ons geen vrucht in de eeuwigheid. Maar hij de landheer, hij de landman. De hemelse landman. Zoon gesteld door rantsoen voor velen. Hij een genezende, gebiedende. Als machthebbende en niet als de schriftgeleerde. Hij predikte hen het evangelie. Met een evangelie. Ach, in die tijd wist men zeker wel.
10 geboden van Mozes. 10 geboden des Heren. De Torah. Maar men had hem met vele wetten bijgedaan. En de strengheid, daar dachten ze mee zalig te kunnen worden. Maar het is de Heer wiens onvermogen blinden schenkt het lieflijk licht. Ja, wie een stof lag neergebogen wordt door hem weer opgericht. Waar hij zijn hart het bloed wil geven. Het bloed dat was, dat reinigt van alle zonden. En dan is ook deze melaatse vanuit Matthäus 8. De tiende gevende. Kost een hele mens. Hè? Het heeft zijn hartebloed gekost om zijn volk vrij te kopen vanuit de slaafse banden. Om in vrijheid gesteld te worden. De vrijheid der kinderen Gods. Dus niet te bevatten, dus niet met de mond te bepraten. Dus hartezaak, hartezaak. Mag u het ook zeggen door genade. Het is door u alleen om het eeuwige welbehagen. Of schonk gij ook keer op keer. Ja, de hulp van uw geest. Die op onze baan ten leidsman strekt. Ja, voor een ieder persoon. Geen eentje uitgezonderd. Hij wil niet dat enige verloren zou gaan. Maar wil dat ze allen tot bekering komen. Ook al die mensen daar ter plaatse. Hè? Die scharen die het menigmaal dronde, rond al die plaatsen en tijden. Op de berg ook der verheerlijking, waar de Heer Jezus zichzelf toonde aan zijn eigen discipelen. Ik ga heen om uw plaats te bereiden. Dat is toch wat geweest? Dat is toch niet te bevatten? Het moet toch een eeuwigheid uitgewonderd worden, wat dat is. Ook voor u, ook voor mij. Hij geneest. Te nodig naar het vijfde vers. De hoofdman. De Capernaum. De zieke. Een knecht. Met zware pijn. Hoofdman over 100. Ach, hij wist best wat het was. Zijn eigen mannen. Zijn eigen knecht. Waarschijnlijk in het in de veldstrijd geslagen en met zware pijnen liggen. Als nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem een hoofdman over 100, biddende hem. Het is hetzelfde gebedje wat in het hart geschonken was als bij de melaatse. Is dat u ook opgevallen? De melaatse was door genade komende gemaakt. En het gebed was in het hart gelegd, die 8 woorden. Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Hij verwachtte het niet van mensen van deze tijd. Hij verwachtte het niet van voorgangers. Hij verwachtte het niet van prinsen. Ja, misschien in zijn eertijd dat hij het verwachtte van de priester. Maar de priester hield hem ook op een afstand. Jezus zag zijn hart aan. Niet omdat hij zelf er zo goed was. Als u nu Jezus de Capernaum ingegaan was, kwam tot hem hoofdman over 100 biddende hem. In een vurig gebed. Ook de wetenschap in zijn hart gegeven. Bij hem moeten we zijn. Bij hem is raad. Bij hem alleen. En dan zien wij zich omringd door zijn weldadigheden. Zeggende, Heere, mijn knecht ligt te huis geraakt en lijdt zware pijnen. En Jezus zeide tot hem, ik zal komen en hem genezen. Die zekerheid, geen misschientje. Hij wil erom gevraagd en om gebeden worden. En dat korte antwoord van de heiland, van de redder, van de verlosser, van de Messias. De zoon troost. Die hoofdman over. Zijn niet waardiglijk dat gij onder ons dak in zou komen. We zullen straks wel lezen. Geen zins waardig. Dat hij onder ons dakje zou inkomen. Dat hij intreden zou doen. Dat hij zou rijden voorspoediglijk. Op het woord zijn de waarheid. Ziet u de koets gaan? De koets der gerechtigheid.
Ja, meer dan Salomo is hier. Die gerechtigheid van Christus alleen, ja, die redt van de dood. Geen mooie prins met een mooie pluim op zijn hoed zal u redden. Niet een knappe president zal u redden. Niet de geest van deze tijd zal u redden. Maar hij alleen zal u redden. En hij wil u redden. Maar wil u gered worden dan? Ja, van nature niet. Zoekende gemaakt te worden. En Jezus zeide tot hem, ik zal komen en hem genezen. Ziet u, dat is geen misschientje. De vaste zekerheid. Kunt u het zeker weten dan? Jazeker. Zijn woord is getrouw en alle aanneming waard. Zijn woord is dierbaar, zijn woord is gewis. Indien gij wilt, hè? Heer. Indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Het zijn ook de woorden die in mei 2017 zo tot mijn ziel kwamen in de nacht. Waar vooraf een ontzettende worsteling was vooraf gegaan. En waar we zekerlijk, waar we dachten verloren te gaan om eigen schuld. Eigen schuld. Die zonde. Dat het verdiend had om gestoten te worden van voor zijn aangezicht. Daar kwam hij in die ochtend over. Hadden we zelf nooit kunnen bedenken dat hij met die woorden kwam, die acht woorden. Heer, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Dat ook zo laat en zo heel eenvoudig tegen anderen gezegd. Ja, dat wordt in deze tijd wordt dat opzij geschoven. Ja, door de mensen. De mens zit er altijd maar zelf tussen. En de mens wil zelf op de troon. En we zeiden dat ook zo. Een bepaalde personen. Maar men stopt de oren. En men zegt als het ware, we zijn heiliger als gij. Ach, maar hij ziet het hart aan. En als er iemand in doodsnood en in angsten is geweest, dan moet men die persoon opdragen in het gebed. Draagt ook anders last. Elkaar tot de hand en de voet te zijn. Om elkaar bij tijden en wijlen een koud glas water te schenken. Indien dat gij dat één van mijn minsten hebt gedaan, zo hebt het gij het mij gedaan. Goede werken voor de naaste. Niet uit omdat hij mee de zaligheid te verdienen, nee. Maar hem lief te hebben boven alles en de naaste alles onszelf. Om ons te wachten voor hoogwaardij. Om ons te wachten voor geveinsdheid. Maar te zien op de meerdere Salomo. Om te zien de overste leidsman en verleider des geloofs. Ja, de ik zal zijn die ik zijn zal. De Messias, de Verlosser, de Redder, de Kyrios. De leeuw uit Juda's stam. En tevens het lam Gods dat de zonde ter wereld wegdraagt. Ook voor deze melaats. Ook voor deze hoofdman over 100 en voor zijn knecht. Maar velen werden ook genezen in die tijd. Maar dat was alleen maar, voor velen was het ook alleen maar uiterlijk werden ze genezen. Denk aan die 10 melaatsen. Eén ging er gerechtvaardigd naar huis. Eén van de 10. Die andere 9 hadden de Heer Jezus Christus niet nodig. De hoofdman over de wonder zeide, ach, Heer, ben niet waardig dat gij onder mijn dak in zoudt komen, maar spreekt alleenlijk een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Eén woord. Eén woord, vernam deze hoofdman over de wonder. Hij was ook onder de macht gesteld van de keizer. Hij was onder de macht gesteld van de stadhouder. We zouden in deze tijd zeggen, hij was onder de macht gesteld van de regering. He? Nou, hij was onder de macht gesteld van de koning van die tijd. Maar hij wist, moet het bij de koning der koningen zijn hoor. Moet het niet zijn bij een stadhouder of bij een naam persoon.
die zijn handen maar dagelijks in onschuld probeert te wassen, wat geen onschuld is, wat de Pilatus ook deed. En hij waste zijn handen in bepaalde onschuld. Maar er was geen onschuld. Het was een boos en een vuil hart. Een onrein hart. Moet ons hart gewassen worden. Genezen worden. Maar deze hoofdman over 100, als dit zo lezen. Ach, we geloven vast en zeker. Deze man, hè, die wist al wat genade was. Genade overvloeiende voor de grootste der zondaren. Paulus ook getuigd. Ik sterf alle dag. Die dagelijks vernieuwing in het hart is zo noodzakelijk. Niet te eindigen in onszelf. Het eindigen in hem spreekt slechts één woord. En uw knecht zal genezen worden. Niet waardig zijn. Want ik ben ook een mens, net al wat gezegd. Mens onder de macht van anderen, hebben er ook onder mij krijgsknechten. Ja, hij had krijgsknechten onder zijn hand. En tot de ene zei hij, komt, en hij komt. En tot de ander zei, ga, en hij gaat. Waarop zijn wenken bediend. Maar hij zag op zijn schepper en formeerder. En die staat boven mij. Ik heb ook wel mensen onder mij. Krijgslieden die de strijd moeten strijden. Kort mocht het zijn. Hè? Met de strijd des geloofs. En niet door kracht. Niet door geweld. Door zijn geest zal het geschieden. Het woord van God. Een enig tweescheidend scherp zwaard. Wat doorgaat tot de verdeling des ziels en des merks. En wat alles afsnijdt wat van de mens is. En wat een oordeler is der gedachten. Kijk, ziet u nou wel dat het oordeel niet bij de mensenkind vandaan is. Wij moeten onszelf een oordelen. Wij zijn des dood schuldig. En onze rechten die liggen dood op de grond. Daar liggen onze rechten. Hier beneden. Onder de grond. Daar liggen onze rechten. Dat in het hart komt. Dat moet men ervaren en moet men beleven in het hart. Niet ons. Maar uw naam alleen geeft eer en leven. Zijn naam moet namelijk eeuwig eer ontvangen. Men looft hem vroeg en spaat. We hadden dezelfde overdenking vanochtend ook overdag. Namelijk van Matthäus 8. En er waren enkele woorden die vielen weg. Ach, we hopen niet dat het vanavond ook zo is. Maar dat zijn woord ons zou raken in het hart, dat zou al zo'n genade zijn. De zondaar, barmhartigheid geschiet. Maar hij zelf spreekt, ik voor u, dat gij anders de eeuwige dood had moeten sterven. Het is dan niet te bevatten. Hij, die plaatsvervallende borg, moet betalen, of door onszelf. Of door een ander. Nee, door hem. Door u alleen. Eeuwige vrije welbehagen. Dat hij vrije genade. Schenken in het hart. Wanneer horen we die woorden nog? Dat hij vrij en soeverein is in zijn werken. Wil we niet zeggen dat we de waarheid in pacht hebben. Weet u wie de waarheid in pacht heeft? Die drie enige die almachtig. Zijn woorden getrouw in alle aanneming waarde. Hij in de wereld gekomen is om te zoeken en zalig te maken. Hetgeen wat verloren was. Bent u zo'n verloren mens dan? Bent u dan zo'n verloren zondaar geworden in uzelf? Bent u zo verloren dan? Bent u zo'n ellendige? Ik roep hier in angst tot u gevloden. I help u tot mijn hulp en red. Hoor naar de stem van mijn gebed. Laat mijn smekingen tot u komen. Hij is een hoorder der gebeden, hoort u het? Hebt u het gehoord? Maar hebt u het opgemerkt in uw hart? Dat hij een hoorder is der gebeden. En hij vergeet geen van zijn weldadigheden. Er komen vijanden in een opstand. Ook van deze tijd. We hebben de laatste tijd ook wel ervaren. Er komt zoveel in opstand. Maar we noemen het eigenlijk, ja. Komen de mensen naar u toe. En eigenlijk noemen we het spionnen.
de spionnen, omringende, van binnen en van buiten. Ze zet overal vraagtekentjes bij. Ze zeggen tegen u, gij hebt geen heil bij God. Zeg nou de vader der leugenen ook, gij hebt geen heil bij God. Geloof in de Heer Jezus Christus en gij zult zalig worden. Geef ons een kruimel geloof om te geloven. Ik geloof met een Petrus, maar kom mijn ongelovigheid te hulp. Dat plekje gebracht te worden. Weet u erom? Verlangt u erom? Ik ken mensen in mijn omgeving. Zo nu en dan geloven ze. Door het geloof. Met Jezus Christus. Hij was gereinigd. Zijn dierbare bloed. En hij spijzigt en laaft ze. Zijn vlees is waarlijk spijs en zijn bloed is waarlijk drank. En hij wil avondmaal met u houden. Ik voor u, dat wij anders de eeuwige dood hadden moeten sterven. Spreek alleen een woord en mijn knecht zal genezen zijn. Want ik ben ook een mens onder de macht van anderen. Krijgsknechten, hè? En ik zeg tot deze, ga, en hij gaat, en ten andere zegt kom, en hij komt. En hij zegt doe dat, en hij doet dat. Jezus nu dit horende heeft zich verbonden. En zeiden die hem volgende voorwaarden, zeg je, ik heb zelfs zo'n groot geloof in Israël niet gevonden. Jezus verwonderde zich. Over zijn eigen werk verwonderde hij zich, namelijk verheerlijkt in de hoofdman over 100. Kijk aan die Canaanese vrouw. Zelfs de honden kunst eten van de brokjes van de kruimkes die daar vallen van de tafel. Zo'n groot geloof, ook in Israël niet gevonden. Om zo'n hond te worden. Als een Mefiboset. Ik ben niet waardig dat gij nog omziet naar een dode hond als ik in mijzelf. Om niet eens een keer allemaal zware termen naar voren te halen. Maar hij werkt namelijk door de middelen heen. Eenvoudiger wil hij geen steeds schade slaan. Was uitgeteerd, net als die Melaatse. Hij zag op naar neder. Kind, mijn ziel tot uw rust te weten. Ja, gij zijt verlost. God heeft u wel gedaan. Wel gedaan. En het profetische woord zeer vast is. En gij doet wel dat gij daarop acht hebt. Als op een licht schijnende in een duistere plaats. Velen zijn geroepen. Velen hebben gehoord, ook die scharen. Ze waren uit op wonderen en tekenen. Maar velen zijn geroepen en weinigen uitverkoren. Velen hoorden wel, maar ze wilden niet verstaan. Gij mensen, al komt en wilt toch verstaan. Gij volkeren, al komt en treedt hier vooraan. Gij gemeenvolk, ook die des Heren leeft. Gij raak en arm u tot oren begeeft. Wijsheid zal u uit sprekende mond pijn en van verstandige reden vol zijn. Goede spreuken hoor ik zonder vervelen. En op mijn harp wil ik grote dingen spelen. Ah, we zouden toch vrezen in een tijd. Wanneer de kwaad en de boosheid mij bestrijdt. Wat zullen mij vrezen? Vrees niet, sprak de engel tot de Maria. Want ziet, ik verkondig u grote blijdschap die al de volkeren wezen zal, namelijk dat u heden geboren, te zalig maakt, welke is de Heer Jezus Christus in de stad David. Dit zal u het teken zijn. Gij zult hem vinden in windselen gewonden, liggende in de kribben. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zon. En daarom, daar staat de heiland en de borg. Ziet u hem daar staan? Eerbied gesproken. Hij staat daar.
levende toonbeeld van zijn lachmoedigheid, het uitgedrukte beeld van zijn zelfstandigheid, waar hij de deugden des vaders verheerlijkt heeft. Hij tezamen met de Vader en de Zoon en de Geest regeert in alle eeuwigheid. En hij doet de wonderen, ook voor deze Melaatse, voor deze knecht, hè, van de hoofdman over 100. En hij geneest ze in het hart, in de ziel. Maar velen werden ook genezen, maar ze stonden stil bij de kwaal uiterlijk. Maar velen stonden niet stil bij de kwaal innerlijk. Uw ziel is kostbaar, geschapen voor een nooit eindigende eeuwigheid. En voelt u het gewicht ook drukken in uw ziel? De spot is in deze tijd wel mee. Namelijk de driehoofdige vijand, die spotten mee hoor. Ze willen niet horen naar de stem van de Zoon van God. Maar dat Hij ons horende maakt en dat Hij ons ziende wil maken en dat Hij ons opmerkende wil maken, dat is toch al genade. En dat kost nou een hele mens. Zo'n groot geloof in Israël niet gevonden. Kan het ook van u gesproken worden, gezegd worden? U is eerlijk. Kan dat van mij gezegd worden? Uit onszelf niet. Wij hebben geen geloof om te geloven. Wij hebben geen hoop om te hopen. Wij hebben geen leven om te leven. Wij hebben geen voeten om te gaan. Wij hebben geen oren om te horen. Wij hebben geen hart om op te merken. Wij hebben geen goede gedachten om goed te denken. Wij hebben alleen gedachten om kwaad te denken. Het goede wat ik wil doen. Spreekt een Paulus. Petrus, Paulus. Het goede wat ik wil doen. Doe ik niet. Het is een smart in de ziel. En het kwade wat ik niet wil doen. Dat doe ik. Ja, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen van het lichaam deze doods. En niet om onszelf in een ellendige creatie te creëren. En daar een bepaalde bekeringsweg nog wel eens aan vast te maken. Nee, niet op die manier. Geen zins. Alleen zijn bloed wast en reinigt van alle zonden. Hij wil het gebed schenken in het hart. Die 8 woorden. Heer, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen. Dan staan ze met de tijd van deze tijd met de oren te klapperen als men daarover spreekt. Maar is de vijand van je. Vijand van vrije genade. Maar om nou van een vijand een vriend te worden gemaakt. Om niet te verkeren in het huis der bozen. Om niet te verkeren in het huis waar hij niet gediend wordt. Maar om te verkeren in de lieflijke voorhoven des Heren. Hoort u? In de voorhoven des Heren. Niet voor in die tempel hoor. Niet zoals die fariseeën en schriftgeleerden van die tijd. Maar als een tollenaar achter in de tempel. O Heren, wees mij de zondaar genaamd. Bent u zo'n zondaar dan? Bent u dan zo'n goddeloze? Ja, goddelozen worden gerechtvaardigd om niet. En zondaren tot bekering getrokken vanuit de duisternis door zijn wonderbaar en heerlijk licht. We moeten vanavond een beetje kort zijn. We hebben vanochtend dezelfde overdenking overdag. En heden weer. Koning mocht het zijn ook met zijn hulp van boven. Dat hij ook onze zonden wil vergeven. Ook van deze dag. Ook in woorden, horen en in luisteren. Ook in spreken. Elke keer zijn hand nodig te hebben. Ik heb u bij de hand gegrepen als aan de hand. Gij hebt mijn rechterhand gevat. En gij hebt ze geleid. Gelijk een Mozes en een Aaron. Hij hebt ze geleid. Eeuwige gewesten van eeuwige liefde. In het beginsel, nog maar een beetje stamelen ervan. Hè? En nu begrijpen we zoeken naar woorden. En nochtans zoeken wij niet. Maar hij heeft ons zoekende gemaakt. Is dat nou ook de troost in uw leven? Beiden in leven en sterven. Niet ons eigendom zijn, maar zijn eigendom. Het is een beetje warm, daarom drinken we wat veel. Neem me niet kwalijk hoor. Dat ik een beetje veel drink. Toch ik zeg u. De heiland eerlijk en hij laat ze zien, hè. Eeuwige liefdes welbehagen van hem. We luisteren, hè, vanuit een 11e vers. Doch ik zeg dat velen zullen komen. Zijn komende, die zijn lopende gemaakt door hem. Hè?
Ze zullen komen van het oosten en het westen. En zullen met Abraham en Isaac en Jacob aanzitten in het koninkrijk der hemel. We weten dat de discipelen ruzie hebben gemaakt over wie er aan de linker en de rechterhand zou zitten. Daar zaten ze vol mee. Maar de kleine, het verachten en het onedele, wat het hoofd niet omhoog wil doen, zie je ze soms zitten, ook in de kerk. Zal mij overdoen houden, ellendig en armvol, dat zal nochtans op de naam des Heeren op. Ze zullen aanzitten naar het koninkrijk, het koninkrijk der hemelen, Abraham, Isaac en Jacob. Abraham, de vader aller gelovigen. Isaac, zijn zoon, hè. Abraham, zijn zoon moest offeren. Zo'n groot geloof is er dan niet gevonden. En Jacob aanzit. Maar er zal het toch om gaan. Of wij vernieuwd zijn in het hart. Of we een nieuw en een rein hart hebben gekregen van de Heer. Om te bidden. Te vragen om een nieuw hartje, om een rein hart, verlost te worden vanuit de banden des doods, uitgetrokken te worden en overgezet te worden in zijn heerlijk en wonderbaarlijk licht. We mogen straks ook zitten, op tafel, er is nog plaats. Ook te denken aan, het is al heel lang geleden bij ons in de Nederlandse vormde. Rechts achterin zat er altijd een man. Hij zegt altijd, hè. Zingen, dat is twee of dat is misschien wel drie keer bidden, hè. Dan zaten we altijd, keek altijd al even achterom. Zagen we die man zitten. Visserspetje op. Klompen aan. Maar we wisten als dat orgel ging spelen dan. Psalm 25, Psalm 42. Zat altijd op een uiterste hoekje van de bank. Zat nooit in de bank hoor. Maar op een klapstoeltje. Als het orgel ging spelen. Dan was hij niet meer op de aarde. Dan was zijn hoofd al in de hemel. Dan deed hij zijn hoofd omhoog. Het hart naar boven. Bij het zingen. Keken we zo achterom. Zagen ze ogen glanzen. Die hemelse glans. Die voorsmaken die er zijn. Milde handen, vriendelijke ogen, zijn bij u van eeuwigheid. Dus laat de zonde nimmer gaan, die mijn jonkheid heeft bedreven. Denk aan mij toch ingenaam. Ik moet straks ook meezingen, misschien al hier op aarde. Als u ziet, niet naar beneden te kijken. Psalm 42, Psalm 25 of een andere psalm. Ogen naar boven te houden. Kunnen we ook niet afgeleid worden? Kunnen we niet afgeleid worden? Ogen naar boven. Niet als een fariseer. Net zoals die man achterin. U voelt, wij kunnen dat niet helder en klaar in uw gedachten en in uw hart brengen. Maar dat is nou het wezen van het bestaan. En dan gaat de mond op slot. De overdenkingen van u zullen zoet zijn. Gij hebt de reden in mijn mond gelegd. Ik heb u lief. Maar hij spreekt met een eeuwige liefde. Daarom zijt gij niet verteerd. Zonder uw wet, zonder uw geboden, kunnen wij niet leven. Psalm 26 was na. Psalm 26. Hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Maar aan de andere kant is het ook zo waar. Als we hem in dit leven niet kennen, dan moeten wij vergaan. En die zijde is ook ontzaglijk waar. De kinderen van dit koninkrijk, namelijk van het aardse koninkrijk,
die hem niet willen dienen, die in dit leven niet voor hem willen buigen. De kinderen des koninkrijks zullen uitgeworpen worden in de buitenste duister. Durven die woorden bijna niet uit te spreken. Durven ze deze tijd wel hoor. Dan praten ze over allerlei zaken, zomaar. Als nou het wezen van de zaak wordt gevoeld. Waar het zwaard op het scherpst van de snede wordt gehanteerd. En dat gevoeld wordt, dan voelt men. Dat in de ziel. Wat een ontzaglijke tegenstelling. De ene zijde, de kinderen van hem, vergaderd in de armen van de vader. En de andere zijde, ook zo waar, die hem niet geloofd hebben in de buitenste duisternis. Al daar zou zijn weningen, knessingen der tanden. Waar men zich zal zoeken, ook nu al, hè, in die eeuwigheid in de hel. Waar men zichzelf zal zoeken om te doden. En waar ze zichzelf met vele smarten zullen willen doorsteken. Waar men zichzelf zal willen doden, maar ze zullen zichzelf niet kunnen doden. Eeuwig elke zonde overdenken in detail. Alles zal openbaar worden. En dan zal uw geweten gezuiverd worden. En dan weet u ook wat er 30 jaar geleden is gebeurd. En dan weet u wat er gebeurd is, die zonde. Wanneer u niet wilde luisteren naar zijn woord. 8 augustus 2020. Naar mij hoeft u niet te luisteren, maar naar zijn woord. Waar u niet wilde luisteren. Noem dat jaartal maar in waarin u niet wilde luisteren. 2014, 1995, misschien nog wel eerder. Alles zal in het geweten terugkomen in die dag der dagen. 1960, hè? 1952. Alles zal in de eeuwigheid, in de rampzaligheid, tot werkelijkheid worden. Had ik maar geluisterd naar de liefelijke, lokkende, nodigende stem. Daar zal zijn. Daarom, haast u en spoed u om uw levenswil. Kunnen nog gered worden uit de slaafse banden van de dood. Ja, zo hebben we vanavond, hoe u het ook noemen wilt, of vanmiddag of vanochtend, welke dag u het ook beluistert, overdacht, de woorden uit Matthäus 8, van 1 tot en met 12, 13. Maar spreek slechts één woord, sprak de hoofdman over hem. En uw dienstknecht, uw knecht, zal genezen zijn. Ongeloof is niet goed te praten. Ook niet met allerlei uitvluchten is ongeloof goed te praten. Maar ook naar ontvangen genade. Is toch bij tijd en wijle dat het ongeloof opspeelt. Maar om nou elke dag weer te eindigen in hem. Op vele momenten van het levenspad, maar ook op vele momenten van het dagelijkse leven, hè, voortdurend de troon der genade te bestormen, niet door kracht, niet door geweld, door zijn geest zal het geschieden. Het koninkrijk der hemelen is nabij gekomen. We leven al in openbaringen. En hoe lang we al leven in die eindperiode. Al we leven al zo lang in die eindtijd. We leven al zo lang. Zijn langmoedigheid
Zijn getrouwheid heeft nog geen einde genomen. Het is toch een wonder dat hij nog niet weg heeft gestoten. De eeuwige rampzaligheid. Hij wil u redden, hij wil u behouden. Hij zal zijn volk zalig maken van hun zonde. Niet door enige aanspraak van het mensen zijde, maar door hem alleen, die een volk wil hebben op de dag zijner heerkracht. En hij staat er nog met uitgestrekte armen. Zo iemand dorst heeft, die komen tot het water des levens om niet. Door u alleen om het eeuwige welbehagen. Om daadwerkelijk te verlangen. Om door hem bediend te worden. Vanuit zijn hemelse heiligdom. Hij heeft gebeden voor u dat uw geloof niet op zou houden. En zoveel opstand van binnen. En voelt u het ook van binnen. En bemerkt u het ook vaak van binnen. Er komt zoveel in opstand. We zouden haast zeggen, er komt alles in opstand. Maar nochtans, op hem te hopen. Door het geloof. Door het geloof. Namelijk vanuit hem. Geen misschientje. De Heer Jezus sprak tot de hoofdman over 100. Ik zal komen en ik zal hem genezen. Dat is nou de vastigheid. Dat woord, op dat heilige woord, kunt u op pakken. Bij hem is raad, bij hem is medicijn. Voor de grootste kwalen, voor de grootste melaatsen onder u. Bent u dan zo'n melaats? Bent u dan zo'n onwaardige zoon? Alles bederver, dan is er nog raad hoor. Als u het niet meer weet, als ik het niet meer weet, dan wil hij de woorden spreken. Heere, indien gij wilt, gij kunt mij reinigen en dan zal hij het doen. Zijn woorden zijn getrouw. Hij is van aanneming waardig. En dan geeft hij handen om aan te nemen. En dan geeft hij een hart om op te merken. En een verstand om te zien, om op te merken, en ogen om te zien, oren om te horen. Maar hij velen blinden het liefelijke licht heeft laten doen zien. En namelijk wat meer is het liefelijke licht van zijn aanschijn. Maar hij is ook een verterend vuur en een eeuwige gloed bij wie niemand woont. Nou, om voorover te vallen in zijn liefdesarmen. Ziet u daar ook naar uit? Om het alles van hem te verwachten? Zal uw hopen niet beschaamd worden? En nu dan, wat verwachten wij? Onze hopen die is op u. Gij hebt ons gezien. Gij hebt ook al gezien die ongevormde klomp. Gedeeld in onze moeders lichaam. Psalm 139. En zelfs toen heeft u uw trouwe zorg al willen doen laten tonen. Gij hebt onze rechterhand gevat. En gij hebt ons geleid door uw raad. Gij zult ons ook. Kon en mocht het zijn door genade. Straks opnemen in de eeuwige heerlijkheid. Het ene geslacht komt en het andere geslacht gaat. En we kunnen niet verder kijken dan wat er nu is. Hè. We kunnen nog niet eens een uurtje verder kijken. Laat staan een half uur. En laat staan 20, 30 jaar. We maken ze u in deze tijd wel wijs. En misschien ook nog wel met bepaalde goede bedoeling. Maar het is een misleiding. We worden misleid in deze tijd. Maar houdt u aan zijn woorden. Hij houdt u staande aan zijn woorden.
zijn getuigen die zijn wet en evangelie, vloek en zegen, en de geloof in hem. Wie in hem gelooft, die heeft het leven. Trek de volgen van de Heer. En wie in hem gelooft, die heeft het leven. Ook al waren hij of zij gestorven. Ook al waren u gestorven. Doden zullen horen. Stem van de Zonen Gods. Die ze gehoord hebben, die zullen leven. Die zullen niet verloren gaan. Zullen het eeuwige leven hebben. Dan zien we nog het laatste verse van Matthäus 8, vers 13. Waar zo in alle stilte een momentje hebben overdacht. Een korte uurtje kon het zijn. Door zijn genade. En Jezus zeide tot de hoofdman over honden. Ga heen en u geschiede gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden diezelfde uur. De diezelfde uur. Die genade bij hem is overvloedig voor de grootste der zondaren. En dan kan die knecht in zware pijnen genezen worden. En dan moet die knecht genezen worden op het machtswoord van Jezus. Hij sprak hem als machthebbende. O machthebbende. En hij sprak niet zoals de schriftgeleerden. Die allemaal maar een beetje wet en een heel klein beetje evangelie erbij mixten. Nee, bij hem. Geen schaduw of omkering bij hem. Is geen tijd. Hij spreekt door wet en evangelie. De soevereinheid. Uit het eeuwige welbehagen. En zeide tot de hoofdman. Over honderd. Ga heen en geschieden. Gelijk gij geloofd hebt. En zijn knecht is gezond geworden. Te diezelfde uur. Zal het er maar om gaan, hè? Nu zijn we nog in het heden der genade. Die wel aangename tijd. En in die zag dat we nog zalig kunnen worden. Of ook een nieuw en een rein hart hebben ontvangen. Het dierbare hartenbloed. Toegepast. Ingelijfd. In Christus. Eén plant met hem te worden. In de eenswording zijn zoons. In de eenswording met hem. Met zijn wil verenigd. De liefde des vaders. En die liefde des zoons en die liefde des Heilige Geest, bid dan voor elkander. Op de knieën, bid voor elkander. Ook voor zijn dienaren. Eén woordje, één toeknikje, of een, hè, u weet het, hè. Hij werkt door woord en geest. En vaak maar door een woord, of nog niet eens is door een woord. En wie het vat, die vat het, en anders vat u het maar niet, hè. Maar hij werkt door woord en geest. Het is ook niet uit te leggen. Daarom gaat de mond op slot. Maar als hij werkt, dan is het vaak door een knikje. Of door een woordje. Hè? Dat is nou de liefde van hem. Nogmaals. De liefde des vaders. De liefde des zoons. De liefde. Als Heilige Geest. Om gezond te worden. Samen met die melaats. Met die zo'n melaats. Met die zo'n zondag. Genezen te worden. Naar ziel en lichaam beide. Eigendom te worden. Door genade. De Heer Jezus Christus. Nog een ogenblik overdenken. Matthäus 8. Van 1 tot en met 13. Genezen te worden. Als genezing onder zijn vleugel. Bij hem is raad. Hij is de overste. De hoofdman over honderd, hij wist het. Hij was ook gesteld over krijgslieden. Hij was, had ook mensen boven zich. Maar hij wist, de koning der koningen moet eeuwiglijk eer ontvangen. En men looft hem vroeg en spaar. De wereld horen en volgen mijn zangen. Het amen, amen na. Hij is de Messias. Hij is de redder. Hij is de zaligmaker. Hij is de verlosser. Hij is de ik zal zijn die ik zijn zal. Zijn woorden zijn getrouw. Zijn ja is ja. Zijn nee is nee. Bij hem is een rechte weg. Hij is de weg. De waarheid. En het leven. Het vlees geworden woord.
Het heeft onder ons gewoond, heeft u hem ook aanschouwd. Heeft u hem aanschouwd? Maar heeft u hem ook verkregen in het hart? Die liefde heeft nog nooit iemand verdriet gedaan. Die liefdedienst heeft nog nooit iemand verdroten. Vele wonderen en tekenen geschied op de weg. Ook voor u. Ook voor mij. Hij is het eeuwiglijk waard. Straks met hem, ook eeuwiglijk en altoos, door zijn genade, onverdiende zaligheid te genieten. Die hemelse gewesten, het hemelse Kanaan, nieuwe hemel, ook die nieuwe aarde, waarop gerechtigheid geschieden en waarop gerechtigheid wonen zal. Door u alleen, het eeuwige welbehagen. Thank you.